Micha, als je achter je kijkt naar het water, zie je het voor je dat hier ooit een nieuw stadion komt te liggen op deze plek? Ja, denk het wel. Ik zie het ook wel voor me als je straks met grote groepen supporters in een pont hier komt aanmeren. Ja, dat lijkt me een mooi gezicht. Het is een gevoelig thema onder veel supporters van Feyenoord. Moet de club verhuizen naar een nieuw stadion of niet? De voorstanders van verhuizen hoor je niet zo vaak. En de tegenstanders van een nieuwe plek juist wel, lijkt het. En die Kuip functioneert gewoon. Er moeten een aantal dingen toegevoegd worden om mee te gaan in de tijd. Deze drie supporters houden zielsveel van Feyenoord en hebben zich vastgebeten in de materie. Ze denken dat een nieuw onderkomen het beste is voor de club en zeggen een zwijgende meerderheid te vertegenwoordigen. Toch ligt het gevoelig om dat te zeggen. Ja, in het begin werd je kop eraf gehakt, denk ik wel dat dat een juiste uitdrukking is. Mensen hebben gewoon een sterke emotionele band met deze plek. Maar ja, ik hou van de Kuip. Tuurlijk, ik hou van de Kuip, maar ik hou meer van Feyenoord. Luister, ik ben hier in deze omgeving ben ik geboren. Ik heb de eerste 24 jaar van mijn leven gewoond. En ik ga dat dadelijk gebouwd zien worden vanaf mijn balkon. U gelooft erin? Ja, ik geloof er zeker in. Ja, ik geloof erin. Ik geloof ook zeg maar, dat het een impuls gaat geven aan het gebied Feyenoord Rotterdam-Zuid, Feyenoord City. Maar hoe meer ik erin ben gaan verdiepen, dacht ik eigenlijk toch wel van er zijn best wel goede redenen om daar toch naar te gaan kijken. En zeker de plannen die er nu liggen, zou ik zeggen, sowieso doen. Als ik het baseer op emoties, en het is echt mijn tweede huis. Ja, zeg maar, ik ga janken als ik hier de laatste wedstrijd meemaak. En zo moet je het gewoon zien. Ik vind het nog steeds een prachtig stadion. Maar ik denk dat het voor Feyenoord beter is dat er een nieuw onderkomen gaat komen. Rotterdam is booming. De club Feyenoord heeft een gigantisch groeipotentieel. De rijkste club wint tegenwoordig de meeste wedstrijden. Zo is het voetbal vandaag de dag. En ook een gerenoveerde Kuip levert te weinig op. Want te krap en te klein voor wat ze noemen hospitality. En met een nieuw stadion opent zich ook een nieuwe horizon. Geloven deze supporters. Ja, subtop Europa is wel te doen, denk ik. En zeker moeten we ieder jaar meedoen kampioenschap in Nederland. Niet bang toch dat het een hele verkeerde stap lijkt te zijn? Nee, ik denk ook een noodzakelijke stap. Als je kijkt wat er nu allemaal in Europa in voetbal gebeurt, dan heb je natuurlijk nu die supercompetitie waar ze mee bezig zijn. Ja, angst is moet niet de regie zijn van je leven, vind ik. Er zijn een aantal mensen, adviseurs, die al goed over deze plannen hebben nagedacht. Feyenoord denkt daar ook goed over na. Ja, ik denk niet dat het. Ik ben niet bang voor dat het misgaat.